Ja, dat kijkers van mijn kanaal, oftewel Rotjoch, en welkom weer terug bij het oh zo mooie Mindtopia. Ik sta nog steeds in mijn oh zo lege huis ook in Mindtopia, want ja, ik heb nog steeds iets gekocht. Ik moet nog steeds even wat gaan doen. Jongens, vandaag is een speciale episode, want ik ga een paar dingen aan jullie uitleggen en laten we gewoon gaan beginnen. We gaan een keertje in roleplay wat proberen. We gaan het gewoon doen. Alright, zo, mooi. Ik sta dus hier lekker in mijn Mindtopia, in mijn appartementje. Ik ga eens even kijken of allereerst of mijn kisten nog allemaal goed zijn. Ja, 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 het is allemaal goed, allemaal Gucci. Want vorige keer heb ik het gehad over misschien wil ik een nieuwe manager aannemen. En ik heb een manager gevonden van mijn Red Light District, van mijn winkel. Waar ik aan mijn eten verkoop, terwijl Foodtopia. En dat is een Martje geworden. Want Martje is een dame, die ook oud is, dus ik 27 ondertussen. En zij leek me heel slim. Ze noemt al natuurlijk de pillenwinkel, met alle pilletjes en dat soort dingen. Dus dat is hartstikke tof. En dat runt zij nu voor mij. Dus dat is chill. En het gaat ook allemaal de goede kant op. Ik ga zo meteen even langs denken om te kijken of ze er is überhaupt. En of het lekker loopt. Of er eten binnen is, want dat is haar taak om te zorgen dat er eten is. Dus dat heb ik afgelost. Ik heb een baantje natuurlijk aangenomen bij Duffy. Duffy heeft mij een baantje gefixt. Als je het nog niet gezien hebt, kijk even in de vorige video hoe Duffy en ik aan het frauderen zijn. Dat ik een baantje heb bij Duff. Dat is hartstikke top ook, dat ik daar een baantje heb kunnen fixen. Als eigenlijk bankdirecteur, als ik maar dat staat. Manager bank. Staat bij mij nu in plaats van als businessman. Dus iedereen denkt ook dat ik bij de bank werk. Dat is een hele goede baan. Want ik wil binnenkort eigenlijk iets gaan doen met defensie en met leger. Eigenlijk wil ik bij het ministerie werken. En ik wil zorgen eigenlijk bij heel hoog komen. En ik wil zorgen dat ik gewoon een hoge baan heb. Zoals inderdaad de politiechef of de baas over de politie. En dat ik heel makkelijk zo allemaal spullen kan gaan doen in Wastelands. Dat is dus iets wat best wel belangrijk is. Wat ik heel erg graag wil doen. Maar. Ik denk dat ik heel slecht nieuws heb. Want volgens mij ben ik in de problemen aan het raken ondertussen. Want ik heb hier nog steeds mijn twee pickaxes en mijn drakenvlees. En ik denk dat David mij ondertussen door heeft. Ik ga even naar buiten, ik ga even een rondje lopen. We gaan even een rondje lopen gewoon. Ik ga even langs een winkeltje en daar ga ik even met jullie over hebben. Want ik weet niet of jullie het doorhebben, maar de laatste tijd word ik in de gaten gehouden. Steeds meer mensen volgen mij. Maar ja, dat is wel vaker dat mensen me volgen in Mindtopia. Maar even volgens mij, weet je wel, jullie weten allemaal dat ik de inbraak natuurlijk gedaan heb. Ja, bij de bank. Ik heb de bank ingebroken. Ik heb daar 100.000 euro toe gejat van de bank. En dat was hartstikke tof, hartstikke cool. En niemand wist wie ik het gedaan had. Ik kwam er ook heel makkelijk vanaf. Maar volgens mij heeft David nu, van de Fantastic Five, mij een beetje door. Want hij zit me heel de vraag van, hey, heb je nog een geheim wat je me wil vertellen over de bank? En hij zit een beetje met door te schemeren. En hij vraagt me vorige keer, zet hem in één keer voor het blok. Hij vroeg in één keer van, hey, heb jij niks op te biechten? En toen zei ik natuurlijk nee, want ik ga het niet doen. Maar ik weet niet zeker, volgens mij heeft hij door, of weet hij iets ervan af dat ik die bank heb beroofd. Dat is echt super klote. Want als ik iets met hem ga bespreken, ga ik het natuurlijk wel doen in mijn eigen kantoortje boven. Waar niemand alles kan horen. En waar ik nooit met mijn problemen kan raken. Ik ga even langs, even snel langs mijn briefbusje. Die is nog helemaal leeg, dus dat moet nog allemaal fixen. Ik moet steeds ook zorgen dat ik allemaal dingen hier heb. Maar ik ga mijn geld bewaren. Maar ik vind het dus kut als David zou weten dat ik de bank beroofd had. Moet ik bij hem toegeven? Het moet wel, want als hij het weet, misschien kan hij er iets mee doen. Dan kan ik een soort van, ja, natuurlijk wou ik je niet zeggen, want hè. Het is niet slim om dat hardop te zeggen. Zeker niet nu ik er werk. Even kijken, dus leeg. Ah, oké. Okay. Ze is wel bezig met winkel, met alles zorgen. Dan ga ik even kijken. Kijk je hem in de kisten natuurlijk of daar wat zit. Oh ja, er zit de good money in. Wat is dit? De factuurtjes natuurlijk nog. Oké, okay, er zit allemaal geld in. Dus dat is allemaal top. Dat gaat dus allemaal goed nog. Het loopt lekker. Maar het is dus klote dat David door heeft dat ik gestolen heb bij de bank. Ik weet niet hoe hij aan het bewijs gekomen is of hoe hij het sowieso denkt. Maar ik denk dat ik binnenkort bij hem moet opbiechten. Wat vinden jullie kijkers of ik bij hem moet opbiechten, ja of nee? Moet ik David vertellen dat ik ingebroken ben bij de bank? Ja of nee? Ik weet het niet. Ik weet niet of het slim is. Want het is dus Joris hier bezig met zijn Red Light District. Met zijn gebouwtjes. Maar. Mijn plan in de toekomst. Binnenkort, over 2 weken in januari ongeveer, gaat de server public. Gaat de server open en dan kunnen jullie allemaal als speler in Mindtopia. Zoals ik zei, ik ga 1 speler ga ik heel blij maken. En ik ga hem of haar helpen met natuurlijk zijn of haar bedrijf. Dus dat ga ik voor diegene doen. Lijkt me hartstikke leuk ook. Maar. Wat ga ik doen zelf? Ik ga in elke stad een winkel openen. Een soort van. Toch wel een voedselwinkeltje daar. Kledingwinkeltje hier. Dat soort winkeltje daar. Gokkantoortje hier. Op die manier wil ik eigenlijk zorgen dat mijn zaken dingetjes alle kanten verspreid worden. En dat ik inderdaad niet alleen maar in Mindtopia blijf met Red Light. Maar nee, Red Light overal mee naartoe neem. Dus inderdaad ook naar een Sunnyvale of naar een inderdaad andere stad. Nou, ik ga in ieder geval niet naar Sunnyvale. Want Sunnyvale is een beetje dood. Er woont helemaal niemand. Dus iedereen die uit Sunnyvale komt, die of daar woont, die chillt hem in Mindtopia. Dus het heeft geen zin om daar voor mij iets neer te zetten. Ik zeg, ja, deel. Zet wat neer in Mindtopia of in Sunnyvale. Maar daar heb ik dus helemaal niks aan. Dus het is hartstikke dom om dat te gaan doen. Ik was nog gewoon van een twijfel om plot te kopen. Ik had nog een gesprek met Gijs erover. Maar
Ja, ik weet niet zeker of ik dat moet gaan doen, want er is daar helemaal niemand, weet je wel. Ik heb er helemaal niks aan. Dus op die manier ga ik het niet doen. Maar, het belangrijke punt eigenlijk vooral is nu dat... What the fuck is dat? Holy moly, what the hell is dat dan? Ja, dat moet ik even zien. Dan ga ik even van dichtbij bekijken, hoor. Want dit is echt insane wat er daar gebeurt. Ik ga zo meteen wel vertellen over mijn plannetjes zijn verder in Sunnyvale en dat soort dingen. Maar, what the fuck is dat dan? Oh man, wie de fuck kan dat betalen, zeg? Wow, yo, are you kidding me? Het heeft geen eigenaar. Het is dus van niemand. Maar holy fuck, man. Het is nog van niemand, maar het is groot. En het is cool. Oh man, het ziet echt vet uit. Nou, oké, okay, dat is dus best wel awesome eigenlijk, eerlijk gezegd. Holy shit, een hele wereldbol. Maar mijn plannen over Sunnyvale is eigenlijk als volgt. Ik ga er niks neerzetten, want... Ja, ik heb al een gesprek gehad met Gijs, de bankdirecteur. Maar hij zei ook al van, ja, je mag hier wel wat neerzetten. Maar dan moet je wel je aan de regels houden. Zeg ik, oké, welke regels? Nou, je mag niet zomaar een extra winkel, dezelfde soort winkel, openen in de buurt van de andere. Dus ik mag niet zelf bepalen waar een winkel komt staan. Nee, dat mag je dus niet zelf bepalen. Oh. Ja, stom. Ja, en de prijzen? Ja, wij bepalen ook de prijzen, zodat iedereen evenveel kan verdienen. Ja, maar wat voor ondernemerschap ben je dan? Dan ben ik gewoon een slaaf van eigenlijk Sunnyvale. En technisch gezien, ja, dat ben je dan. Dus ik ga niks doen met Sunnyvale. Echt helemaal niks, want het is hier dood. En ik mag niet eens mijn eigen regels verzinnen voor mijn eigen winkel, waar ik mijn eigen geld mee betaal. Dus dat is super dom, dus dat ga ik niet doen. En ik denk dat we laatst ook een beetje gedijs moeten houden, want ja... Ik moet even aan de goede kant komen te staan van de villagers. De mensen die wonen in Mindtopia. En ik moet aan de goede kant komen te staan van jullie kijkers binnenkort. En al die andere steden. Zoals inderdaad een Cosmopolitan en een Heraville of zo. Heraville geloof ik. Heratonville. Die steden moet ik gewoon even de goede daglicht komen te staan. Dus ik denk dat ik eventjes een Tinky Winky en Lala eventjes met rust laat. Ik heb geen last meer gehad van de nieuwe generatie die me bedreigd had. Ze hebben me niet meer lastig gevallen in ieder geval. Misschien komt er nog in de nieuwe steden. Dus daar ben ik op zich heel blij mee. Want joh, ik had geen zin in die onzin dat ze me gingen bedreigen. Dat vond ik super irritant en super klote. Maar het is opgelost met Tinky Winky en Lala. Ja, jullie weten wie we zijn tenminste. Natuurlijk Gijs en ik. Maar daar moet ik dus even mee oppassen. Ik moet inderdaad een beetje... Deze episode is meer een soort opsomming wat er nu aan de hand is in mijn top. Ja, dus ik inderdaad... Binnenkort gaat die server open. Dus ik ben even mijn geld aan het sparen, aan het oppotten. Tot ik in één keer, bram, keiveel winkels kan knallen, openen meteen in die andere steden. Zoals inderdaad de Cosmopolitan. En die eerste beginstad natuurlijk. Om te zorgen dat iedereen daar eten kan kopen. Dus jullie kunnen daar eten maar kopen. Maar natuurlijk ook daar waar we gaan komen werken. Ik ga met Tinky Winky en Lala ietsje rustiger aan moeten doen. Iets voorzichtiger moeten doen dan wat we eerst deden. Ze weten nu dat er twee Teletubbies eigenlijk gevaarlijk zijn in de stad. Want er is onderzoek naar gestart, naar twee Teletubbies. Dus dat heb ik nog vernomen van een hele goede bron van mij. Dus daar moet ik heel erg op letten. En ja, ik ga dus niks doen in Sunnyvale. Hebben ze ja, doe in Sunnyvale dit. Doe in Sunnyvale dat. Maar check dan. Helemaal niemand. Ik ben helemaal nog niemand tegengekomen in Sunnyvale. Helemaal niemand. En Jan de Engelman woont in Sunnyvale. Dat weet ik. Ramsey woont hier ook. Ja. Dripping is hier gaan wonen, geloof ik ook. Niemand is hier. Het is hier helemaal dood. Niks. Nada. Wow, wat is dit dan voor gebouw? Flash plot info. Wie is die? Oh, dat is de bank. Oh, die bank kan het verkopen. Als ik zo kijk, dit is quartz. Dit is... Oh, dit is snow. Kut. Ik dacht even dat het quartz was, jongens. Als het quartz was... Dat ik... Nou, als ik zo kijk... Als ik dit plot zou kopen voor, ik denk, 100k of zo. Met huis en al. Dan kan ik hier gewoon winst uit halen. Maar dat even terzijde, we moeten vinden ze niet veel goed gaan zoeken naar een huis die ik misschien kan kopen en scrappen. Moet ik even goed op letten. Goedkoop prijsje regelen met eigenlijk de bank. Met natuurlijk Gijs, want die verkoopt plots vet goedkoop, heb ik gehoord. Dus we moeten even bij Gijs langs. Maar dat is dus eigenlijk een beetje het ding. Ik ga dus proberen zoveel mogelijk winkels te verspreiden en winkels en werkzaamheden, werk te gaan creëren. Voor alle nieuwe spaces, al die steden. Kijk, er is wel iemand hier al. En wat heeft hij? Oh, hij heeft een pawnshop natuurlijk. Een pandjeshuis. Ook al een pandjeshuis. Wat leuk. Ik ga even een kijkje nemen. Oh, een Blaziken masker. Oh, die is pretty cool. Wat is een masker? Dat kan ik niet eens zien. Oh, zo'n alien van Toy Story. Oh, wat gaaf, man. De spullen waar je graag van af wil, maar toch een beetje geld krijgen, geef dan in de pawnshop.
Wij kopen hetgeen wat u weg wil doen. En verkopen het vervolgens aan een andere klant, zodat iedereen profijt van ze hebben. Win-win situatie. Hallo. Ik kom even een kijkje nemen. Oh, wat leuk, man. Pawnshop. Oh, wat grappig. Ik vind het leuk. Leuk winkeltje. Superleuk. Helaas, het idee is ook al in Mindtopia door iemand gedaan. Dus, ja. Awesome. Bedankt. Fijne dag. In ieder geval, ja, tof. Kijk, er zijn toch wel mensen in Sunnyvale, maar ja, het is als je ziet een beetje een dode boel, dit huis. Het ziet er ook echt niet uit. Het is gewoon een plat vierkant eigenlijk. Recht naast dit ding. Dat is volgens mij de bank of zo. Het is gewoon helemaal dood in Sunnyvale. Dus ik ga echt niks met Sunnyvale doen. Ze liggen ook echt helemaal in de hoek van de stad. Het is volgens mij vet cheap gewoon met dit gebouw geweest. Maar ja, goed, hij heeft gekozen om hier toch te gaan staan. Ja, oké. Nou goed, het is zijn keuze geweest. Het is inderdaad, het is de rechtbank waar ik laatst geweest was. Maar Sunnyvale is eigenlijk pure poep, vind ik. Voor mij nu. Dus het is voor mij niet bijzonder. Dus ik ga hier niks doen. Nou, in ieder geval, ik denk dat ik een beetje was. Ik heb een beetje alles opgezond wat ik ga doen in deze periode. Vooral in januari. Ik moet binnenkort even een gesprek aangaan met Willem. Want Willem is van het bouwteam. En hij heeft dan nog steeds een eigen bedrijf waar hij gebouw mee designt. Als ik daar even langs ga. En alvast alle gebouwen design. Op de dag dat alles open gaat. In natuurlijk Cosmopolitan en zo. Dan knal ik in één keer. Ratatata. Al die gebouwen daar in één keer neer. Dan heb ik in één keer superveel gebouwen. En superveel bedrijven open. En dat is super chill. Alright mensen. In ieder geval. Ik hoop dat je het leuk vond deze Mindtopia. Het is niet echt een roleplay-achtig iets. Maar meer een opzomming wat ik ga doen in Mindtopia. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Later nog eens ziens. Laat lekker een blauw duimpje achter de oog. Als je het awesome vond. En ik zie jullie graag in de volgende video. Peace.